Ja, ik vind het iedere keer weer een cadeau om me te mogen onderdompelen in een nieuwe wereld. Waar ik me volledig kan verwonderen. Ja, ik denk dat dat vooral het voor mij heel mooi maakt. Welkom bij Café Interim Management. Een podcast ontwikkeld door KPSV in samenwerking met de interim managers waar wij mee werken. Mijn naam is Robin Wijs en ik ben community manager bij KPSV. In deze podcast bespreken we onderwerpen die relevant zijn voor het werk van interim professionals. Vandaag hebben we het over het maken van crossovers naar verschillende sectoren als interim manager. Hoe zet je de stap buiten de sector waar jij ervaring in hebt? Ik bespreek het uiteraard niet in mijn eentje. We hebben twee ervaren interimmers aan tafel in de vorm van Hilde Vogelsang en Brechtje Arends. En ook mijn collega Tamara Wijnja van KPSV is aangeschoven. Mag ik jullie vragen jezelf te introduceren? Te beginnen met Hilde. Ik ben Hilde Vogelsang. Ik heb tientallen jaren gewerkt in eigenlijk twee sectoren. De ene is de sector van de arbeidsvoorziening en reïntegratie. En de andere is de kinderopvang. Ik heb op een gegeven moment de keuze gemaakt om te stoppen met vaste dienstverband. Dat is 6 jaar geleden. Ik werkte toen als directeur-bestuurder bij een kinderopvangorganisatie. Ben gestopt omdat ik graag mijn blikveld wilde verbreden naar ook andere sectoren en ook wel eens andere functies zou willen. En sinds die tijd ben ik als zelfstandige werkzaam in verschillende domeinen. Aanvankelijk domein van gemeente, sociaal domein, als programmamanager, als bestuursadviseur, etc. En toen uiteindelijk ben ik toch ook weer in de kinderopvang terecht gekomen. Waar ik nu sinds een aantal jaren alweer opdrachten doe als interim directeur bestuurder. Op dit moment werk ik als interim directeur-bestuurder van een middelgrote kinderopvangorganisatie in Culemborg. Brechtje? Ik ben Brechtje Arends. Ik ben 15 jaar werkzaam als interim manager en in verschillende sectoren. Dus dat is ook wel het onderwerp waar wij voor bij elkaar zitten. Ik ben altijd in verschillende sectoren terechtgekomen en van origine kom ik uit de wereld van opleiding en ontwikkeling. En dat is wel de rode draad door mijn interim opdrachten, dat het altijd gaat over het ontwikkelen van organisaties en teams. En naast mij zit mijn collega Tamara Wijnja. Kun jij je ook voor de luisteraars nog even voorstellen? Ja, ik ben Tamara Wijnja. Ik werk nu ongeveer 2 jaar bij K+V en ik ben aangesloten bij het team Onderwijs Kinderopvang. Laten we deze keer beginnen met een stelling. De stelling die ik hier heb is: als interim manager is brancheervaring essentieel om de context van je opdracht te begrijpen. Hilde, wat is jouw reactie op deze stelling? Hangt een beetje af van de opdracht, vind ik. Hangt ook wel een beetje af van het niveau waarop je werkzaam bent. Mijn ervaring is dat ik werk zelf dus in de kinderopvang. Ook lang als vaste directeur-bestuurder gewerkt, nu dan een aantal jaren als interimmer. Ik kan dat werk makkelijk, of relatief makkelijk doen op inhoud, omdat ik die ken. Maar het is niet noodzakelijk. In ieder geval niet op het niveau van directeur-bestuurder zijn. En hoe groter de organisatie, hoe minder noodzakelijk dat is. Omdat je dan directeuren om je heen hebt, managers om je heen hebt, die heel veel van de inhoud weten. En dan, dan komt het ook veel meer aan op bestuurlijke kwaliteiten. Dus ik ben het er niet helemaal... niet helemaal mee eens. Het is handig, maar zeker niet noodzakelijk. Nee. Ik zie jou knikken, Brechtje. Nee, dat klopt. Nee, ik heb het zelf echt ervaren. Ik kom in allerlei sectoren terecht. Ik heb onder andere veel in de uitvaartsector gezeten. Voordat ik daar kwam, wist ik echt niks over de wet op de lijkbezorging. En inmiddels weet ik daar door verschillende opdrachten het een en ander van. Ja. Maar hetzelfde geldt voor mij ook binnen de dak- en thuislozenzorg, in de vrouwenopvang, sectoren waar ik voordat ik daar begon echt niks van af wist. Maar inderdaad ook wat Hilde zegt, heel veel professionals om je heen die echt alle ins en outs kennen. En ik ben dan met name voor het scheppen van de duidelijkheid, het geven van de richting en het begeleiden van de beweging die noodzakelijk is. En soms is het juist ook heel handig om niet zoveel van de inhoud te weten, omdat ik daar ook niet door beperkt kan worden. Ik merk wel dat het handig is om wel iets van de verschillende domeinen te snappen. Ja. Maar ik merk ook dat er veel overlap zit. Hè, of dat een aantal basisprocessen binnen alle organisaties eigenlijk wel heel gelijk zijn. Ik werk momenteel in de ouderenzorg. Daar had ik tot voordat ik hier kwam echt geen verstand van. Ik wist niets van indicaties. Daar weet ik inmiddels het een en ander van.
Maar een proces van indoor en uitstroom van cliënten is eigenlijk overal vergelijkbaar. Alleen daar zitten andere financieringstromen onder. Ja. Hoe zit het met de selectiekant van het geheel te manen? Hoe kijk jij naar deze stelling? Nou, ik ben wel heel voorstander van crossover werken. Als je naar organisaties kijkt, die leggen dan een opdracht bij ons neer. En die geven wel aan van, nou, hè, er moet wel iemand zijn die wel echt uit deze sector komt. Maar als je daar gaat inzoomen op de opdracht, of op de vraagstukken die er liggen, denk ik, nou, die zou je ook best wel vanuit een andere sector goed kunnen bekijken. En als we onze opdrachtgevers daarin mee kunnen nemen en uiteindelijk ook andere kandidaten aan tafel kunnen krijgen, dan wordt het vaak ook wel beaamd. Alleen die eerste stap, dat is altijd nog wel echt een stap. Dus daarvoor gebruiken wij ook heel vaak de speed, slow, show procedure. En dat is de procedure waarin een organisatie niet direct het cv van een kandidaat krijgt te zien. Omdat je dan ook echt onbevooroordeeld iemand kan ontmoeten. En niet gelijk vanuit het cv kan zeggen, ja, maar jij hebt geen krijt aan je vingers. Of jij komt niet uit de zorg. En dat werkt altijd wel. Omdat je dan eerst de focus legt op de persoon, op het karakter. En daarna gaat inzoomen op de opdracht en kijken of daar genoeg haakjes zijn, genoeg aanknopingspunten, waardoor het wellicht een hele mooie aanvulling kan zijn. Merk jij, Hilde, dat opdrachtgevers het lastig vinden om te kijken naar iemand zonder die sectorervaring? Ja, ik heb het ook een aantal keer aan de lijve meegemaakt. Dat via bureaus dan vaak, dat niet zozeer de bureaus, maar de opdrachtgever die erachter zit, toch wat huiverig is. Bijvoorbeeld onderwijs of zorg, wat helemaal niet ongelooflijk ver af ligt van de kinderopvang in mijn optiek. Dat ze uiteindelijk toch liever iemand op gesprek hebben die krijt aan de vingers. Dat hoor ik vaak. Ja, of die ervaring in de zorg. Hè. Vanuit het idee, en dat begrijp ik ook wel, van ja, iemand moet snel inzetbaar zijn. Maar of je snel inzetbaar bent, hangt ook heel erg van andere dingen af. Hè. Heb je snel het overzicht, kun je makkelijk contact leggen met mensen, kun je bij je hoofdzaken goed van elkaar onderscheiden, weet je wat jou te doen staat, nou, et cetera. Hè. Dus ja, ik merk het wel dat sectoren, dat opdrachtgevers terughoudend zijn. Ik vind het jammer. En zo makkelijk is het ook helemaal niet om een goede interimmer te vinden die helemaal past. Hè. Dus ja, dan zou je zeggen, maak gebruik ook van mensen ook in de volle breedte. De kunst voor jullie als bureau om ze dan toch op een ander idee te brengen of toch te proberen om andere kandidaten ook aan te bieden. Hè. Natuurlijk kan dat soms wel werken, want je zult ook invloed hebben op zo'n opdrachtgever. Kijk, als interimmer die een opdracht zoekt, is dat natuurlijk anders. Ja, er zitten vaak, en ik denk ook heel goed, bureaus tussen. En jullie hebben daar ook verstand van om ook te proberen om die opdrachtgevers dan te overreden. Hè? Ja. Je hebt soms daarin ook wel echt een kruiwagen nodig. Ja. En wij merken ook wel dat we het ook wel bij de opdrachtgever, het is ook wel hard werk om ze daarin mee te nemen. Dat is de ene kant. Aan de andere kant hoor je ook wel vaak aan het eind van de procedure van, nou, de kandidaat die het nu is geworden, hadden we misschien in eerste instantie anders niet gekozen. En het is ook wel in deze huidige arbeidsmarkt, waarin echt wel krapte is, ontstaat er soms ook wel meer ruimte. Ja. Hè, dus dan kunnen we ook wel, dan heb je ook wel in die zin een goed verhaal. Zo van, nou, probeer wel echt eerst ook breder te kijken om die opdracht goed ingevuld te krijgen. Dus dat biedt ook wel weer kansen. Zo zie ik het ook wel weer. Ja. Want wat is jullie ervaring dan als eenmaal een interim is geplaatst van buiten de sector? Ik bedoel, gaat dat net zo vaak goed of misschien juist vaker goed? Of kun je daar wat over zeggen in zijn algemeenheid? Nou, ik denk als je het voortraject zo zorgvuldig invult en de opdrachtgever ook heel erg meeneemt in de procedure, dat je eigenlijk altijd wel een goede match hebt. En dat is ook wel wat onze ervaring is. Brechtje, jij benoemde in het begin dat jij eigenlijk van alles en nog wat qua opdrachtgevers hebt gehad in allerlei sectoren. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Is dat toeval? Ik zit naar jullie gesprek te luisteren en ik realiseer me dat ik eigenlijk altijd direct werk. Dus tot op heden in de afgelopen 15 jaar één keer via een bureau heb gewerkt. En dat was wel inderdaad, toen kwam ik in het ziekenhuis binnen op een opdracht waar ik geen ervaring had. Maar daar ben ik inderdaad wel echt op via dat bureau binnengekomen die mij aan tafel heeft gekregen. En die zeiden exact wat jij zei, van op cv hadden we je niet uitgekozen, maar nu zit je aan tafel en dit matcht. Je vraagt, is het toeval? Ik denk, het heeft er ook mee te maken met
dat mensen bij bepaalde dingen aan me denken. Ja, en soms is het ook puur toeval dat het matcht. Hè? Dat iemand me belt van, goh, ja, ik heb geen idee of je beschikbaar bent, maar we zoeken iemand met spoed. Ja, toevallig loopt het over 2 weken af. Ja. Dat wil wel eens voorkomen. Maar is het dan ook zo dat je daar zelf een hele actieve rol in hebt? Dus dat je heel bewust daarin je contacten onderhoudt of misschien op LinkedIn heel actief bent of laat zien dat je weer beschikbaar bent? Ik ben wel actief op LinkedIn. Niet zozeer alleen maar met het doel voor opdrachten, maar juist ook, ja, ik ben gewoon erg nieuwsgierig en geïnteresseerd in mensen. Dus ik vind het ook altijd heel leuk om mijn LinkedIn bij te houden en te volgen waar mensen naartoe gaan en die relaties te onderhouden. En tegen de tijd dat ik beschikbaar kom, meld ik het altijd wel op LinkedIn. En dan ontstaan er vaak hele grappige dingen. Zo werd ik van de week gebeld door een collega die ik 23 jaar niet gesproken had. En die zag mijn bericht op LinkedIn en die belde me. Ja, dat is echt heel grappig. Maar dat is wel, dus ook wel de dingen waar je bent in, ja, ik denk ook goed afronden. Ja, ja. En heel belangrijk is dus om je netwerk te onderhouden. Ja, absoluut. Ja, ja. Dat is wel het stuk wat bij mij, hè, op mijn manier heel erg werkt. En ik word ook wel eens gevraagd van, goh, hoe doe je dat dan? En wanneer bel je dan naar opdrachtgevers? Ja, ik doe dat niet gekunsteld. Dat doe ik als het mij uitkomt en als ik het leuk vind. Het moet je tweede natuur zijn? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk op het moment dat je het op die manier doet en het past niet bij je, dat dat dan ook niet werkt. Wat denk jij dat het is dat opdrachtgevers er over het algemeen wat schuw voor maakt om iemand te kiezen zonder die sectorervaring? Ik denk dat het wel met wat Hilde net zei te maken heeft van, hoe kan iemand wel snel up and running zijn? Hè? Snapt iemand het wel? Ik denk dat dat eigenlijk de grootste schuwheid is, hè? Dat het wat langer kan duren. Ja, mijn ervaring is ook dat binnen dezelfde sectoren organisaties totaal verschillend kunnen functioneren. Dus dat voor mij niet zo heel veel uitmaakt. En ik moet wel zeggen, toen ik in de retail terecht kwam, dat daar ging het echt terminologie waar ik in het begin echt dacht van, waar hebben ze het over? En op een gegeven moment dan denk je wel, oh, oké, maar zo noemen ze dat hier en dat heet in een andere sector heet het zo. Dus, ja, ik denk dat opdrachtgevers het idee hebben dat ze meer risico lopen, hè? Als ze iemand uit een andere sector aannemen. Ik denk dat het niet nodig is om dat te denken, maar volgens mij werkt het wel zo. Hè? Dat ze toch een bepaald idee hebben over van, ja, dan loop je toch meer risico's. En heb je het gevoel dat op het moment dat je aan tafel kan zitten met een potentiële opdrachtgever, dat je dat op een bepaalde manier moet tackelen of kan tackelen? Uiteindelijk is het toch heel belangrijk om te weten wat de opdracht precies is, hè, en wat daarvoor nodig is. En ja, dan volgens mij kan dat gewoon wegvallen als het niet belangrijk is dat je dat krijt in je vingers hebt of precies weet hoe de ouderenzorg in elkaar zit van A tot B. Ja, dat is meestal niet nodig op een interim opdracht, zeker niet voor een directeur-bestuurderspositie. Dus als je aan tafel zit en het wordt duidelijk van wat ze nodig hebben, dat je dat kunt bieden, dan valt dat volgens mij helemaal weg. Maar ja, je moet eerst aan tafel komen. Nou, dat is natuurlijk ook wat jij ervaring mee hebt, Tamara. Ja. Hè? Ja, dat was ook waar ik net aan dacht. Het is wel echt voorwaardelijk om de opdracht helder te hebben, maar ook om kandidaten vanuit een andere sector aan te kunnen bieden. Dus dat je op die manier ook goed kan aangeven van, nou kijk, dit is de opdracht en wij zien hier de aanknopingspunten. Ja. Dus wij denken dat het zeker wel interessant is om deze kandidaat in ieder geval te spreken. Dus geef het een kans. Maar die opdracht moet wel, daar moet je wel even tijd in investeren om die goed boven tafel te krijgen. Dat is wel echt belangrijk. En volgens mij heel belangrijk om je interimmers dus goed te kennen. Hè? Dat je ook heel goed weet wat voor types heb je rondlopen. Precies. En wat kunnen deze. Hè? Want volgens mij gaat het heel erg bij, ook op het gesprek bij de opdrachtgever. Van ja, wat breng je ook als mens? Ja. En niet alleen maar van wat voor rollen heb je gedaan, maar hoe acteer je in een organisatie? Hoe communiceer je? En dat daar ook mensen, of de opdrachtgevers vaak, erg naar kijken uiteindelijk als je aan tafel zit. Als hier een interim manager naar luistert die eigenlijk ervaring heeft in één sector, of misschien in nog een subsector daarnaast, wat voor advies zou je hem of haar geven om een stap buiten de sector te zetten? Ja, ik zou vooral zeggen van maak het in je netwerk kenbaar. Waar zou je graag naartoe willen? En wat is nou een droomopdrachtgever? Waar heb je nog niet gezeten? Of waar zou je graag binnen willen komen? En kijk welke mensen je daar kent. En ga daarmee praten om te kijken, hoe werkt het in die sector? En om daar de bekendheid in te krijgen en te vinden. Daar zit volgens mij de grootste kans. Aanvullend op wat jij zegt, dat,
belangrijk is dat je weet wat je te bieden hebt, ja, in een andere sector. Hè? Stel, je bent in het onderwijs werkzaam geweest, je wilt naar de retail. Ja, wat is dan dat maakt dat jij daar heel geschikt voor bent? Ja, dat moet je wel eerst kunnen bedenken en omschrijven. Want anders, ja, dan heeft het al helemaal geen zin om te gaan netwerken en dat kenbaar te maken. Nee, hè? Inderdaad. Ja. En ik heb wel de indruk dat bijvoorbeeld de stap van het bedrijfsleven naar de zorg makkelijker is dan andersom. Ja. Waarom zou dat zijn? Wat ik hoor vanuit mijn opdrachtgevers, dat ze de mijn wat zakelijkere aanpak in de zorg wel prettig vinden. Dat ik heel helder ben en actiegericht en resultaatgericht. En dat kunnen ze in de zorg over het algemeen gebruiken. In het bedrijfsleven is wel een beetje het beeld van mensen die in de zorg werken, dat het wellicht wat langzamer gaat. Ja. Of wat te soft is. Terwijl ik dat helemaal niet zo ervaar. Want ik vind het ook in de zorg gaat het gewoon heel zakelijk. En gaat het ook over dat het financieel goed moet draaien. Nee, en dat het gewoon dat er goede zorg geleverd moet worden en kwalitatief hoge, ja, de kwalitatief hoge eisen zijn. Maar dat is wel wat ik merk. Kun je nog wapenen tegen dat soort beeldvorming van potentiële opdrachtgevers? Tot op heden wel. De laatste opdrachten voor mij zijn wat meer in de softere sector. En voor mij is het ook van, ja, ik zou het bedrijfsleven ook wel weer leuk vinden. En aan de andere kant twijfel ik dan ook wel weer van, denk ja, ik pas wel heel goed in de sector waar het echt ergens over gaat. En waar je echt wel met de kwetsbare doelgroepen te maken hebt. Daar vind ik het zelf heel prettig en interessant. Terwijl een harde commerciële wereld word ik ook soms heel blij van. En als je het naar het algemene trekt voor anderen, hoe kan een buitenstaande zich daarvoor wapenen? Ik zit te denken van misschien ook ooit, als je echt stel vanuit een wat softere kant meer richting het bedrijfsleven, dan zou je misschien nog een zijstap kunnen maken. Dus niet meteen in de eindfunctie, maar via een ander soort functie instromen om in het bedrijfsleven terecht te kunnen komen. Ja. Door even een zijpad te kiezen voordat je in het beoogde doel komt. Dus stel, je bent actief geweest in een directiefunctie in een bepaalde sector, dat je misschien voor een andere sector naar een managementfunctie kijkt? Ja, bijvoorbeeld. Ja, naar iets waar het net makkelijker in te schuiven is. Daar heb ik dan wel vragen bij, omdat ik juist denk wat ik in het begin ook zei, van hoe abstracter het werkniveau, hoe minder belangrijk het is dat je echt heel veel van die inhoud weet. Hè? Dus ja, in mijn eigen geval, naarmate ik meer op directie-bestuurlijk niveau werk, wordt het minder voor de hand liggend dat ik op managementniveau ga werken, omdat ik te weinig, zeker zelfs in de kinderopvang, omdat ik te weinig feeling heb misschien, hè, met de werkvloer en alle regelgeving die daar gelden. Het kan ook per sector verschillen, weet ik niet. Maar mijn ervaring is in ieder geval anders. Dat het niet zo is dat je via managementfunctie makkelijker in een andere sector terechtkomt. Ik denk misschien zelfs in tegendeel. Ik denk juist, hè, als ik even bij mezelf blijf, dan juist dat ik met mijn ervaring op directie-bestuurlijk niveau juist veel meer van betekenis kan zijn in de ouderenzorg of in misschien zelfs ook in gemeenteland, directiefunctie, sociaal domein of wat dan ook, onderwijs, basisonderwijs, juist op dat bestuurlijke niveau. Soms liggen ook wel in toezichthoudende rollen mooie kansen. En daar wordt vaak om een bepaalde portefeuille gevraagd, wat je wellicht wel meebrengt. En dan is het dat je uit de sector komt minder belangrijk. Dus daar liggen soms ook wel kansen. En wij ervaren ook wel binnen toezichthoudende rollen dat diversiteit ook wel heel erg een thema is. Dus daardoor ontstaan ook wel veel kansen. Hè? Dat er wordt gezegd van, iemand die het nog niet eerder heeft gedaan. Of gewoon veel meer naar die diversiteit kijken. Dus dat is ook nog wel een manier om toch nog iets te kunnen betekenen, ook in een andere sector. Ja. Ik heb zelf ook, ik ben nu bijna 8 jaar dan toezichthouder bij een samenwerkingsverband passend onderwijs. Ja, dat is natuurlijk een prachtige ervaring. Ja. Hè? Dat is dan wel niet dat krijt aan die vingers. Maar goed, daardoor weet je wel een heleboel meer van het passende onderwijs. Maar ook het gewone basisonderwijs, zeg maar. Dus dat zijn hele mooie ervaringen. Wat maakt het cross-sectoraal werken mooi, Brechtje? Ja, ik vind het iedere keer weer een cadeau om me te mogen onderdompelen in een nieuwe wereld. Ja. Waar ik me volledig kan verwonderen. Ja, ik denk dat vooral het voor mij heel mooi maakt. En dat ik daar dan toch los van, ook al heb ik er dan geen ervaring in de betreffende sector, wel meteen iets kan toevoegen met mijn hele bak aan andere ervaring. Dat met name, als je het hebt over organisatieveranderingen, teamveranderingen, dat die processen eigenlijk binnen welke sector dan ook heel vergelijkbaar zijn. Ja. Is het ook iets wat het werk spannend houdt? Ja, absoluut. Ja. Ja, echt eerlijk gezegd, ik zou er niet aan moeten denken om altijd in dezelfde sector te moeten werken. Dus dat, dat is wel iets wat blijkbaar heel erg bij mij past. Anders dan denk ik, dan zou het niet al jaren zo gaan. Ja.
Ja, ik herken wel wat je zegt van dat onderdompelen en dat spannende. Dat heb ik zelf ook. Ik heb dan de laatste jaren in 3 verschillende kinderopvangorganisaties gewerkt. Variërend van 2900 mensen als bestuurder tot nu 110. Ja, en daar zat er nog één tussen van ongeveer 1000 mensen. Dus dat is, ja, dat is gewoon heel verschillend. Ja, dat vind ik dan ook heel leuk. Zeggen, misschien maakt dat dan niet eens zoveel uit wat het cross-sectoraal is. Nee, maar dus dat gewoon iedere nieuwe organisatie ook weer even helemaal leuk is. Dat ik me ook altijd weer verbazen over, ja, hoe zou ik het zeggen, dat je toch elke keer weer dat allemaal op kunt nemen in je hoofd van weer een nieuwe wereld, weer allemaal nieuwe mensen. Ja, hartstikke leuk, hè? Ja, helemaal leuk om te beginnen, ook wel heel fijn om weer weg te gaan. Je moet niet te lang als interim ergens werken. Zouden jullie het andere interim managers adviseren om in verschillende sectoren te gaan werken? Wat ik net zei van verschillende groottes van organisaties is ook echt heel verschillend, heel anders. Dus daar zit dan ook weer die afwisseling. Ja, en ik weet niet of het ook nog iets uitmaakt of je echt een heel specifiek vakgebied hebt. Bijvoorbeeld, of het voor een financial bijvoorbeeld weer veel duidelijker is als je altijd in dezelfde sector werkt. Dat je daar nog een andere keuze in zou maken. Ja, en ik denk, het hangt heel erg van, past het bij een persoon om ergens weer in te springen en je weer in een nieuwe wereld aan te passen en je te kunnen begeven. Hè? Als een soort van chameleon op kunnen gaan in welke wereld je ook terechtkomt. Nou ja, want los van het cross-sectorale vraagt het toch elke keer weer je helemaal weer onderdompelen. Allerlei nieuwe systemen, nieuwe mensen. Voordat je weer een lekker ritme hebt, ben je toch zeker wel een 3-4 weken verder. Het moet bij je passen. Dat moet je fijn vinden. Ja, en wij zeggen ook altijd wel, wij gunnen het opdrachtgevers wel om ook, en dat hoeft dan niet per se crossover, maar wel kiezen voor iets anders wat je al had. Ja. Hè? Ja. En dat is heel makkelijk om een veilige optie te kiezen. Dus we proberen wel het opdrachtgevers uit te dagen van, probeer wel echt breder te kijken en ook even anders te kijken. En ga in ieder geval het gesprek aan en concludeer daarna van, wat je gaat doen. Dat de mooiste opdrachten zijn wel waarvan we horen van, het is wel echt fijn dat we op deze manier toch nieuwe mensen, echt een frisse energie, nieuwe energie in de organisatie binnen hebben gekregen. Dat is natuurlijk wel, zijn wel de mooiste verhalen. Als je als interim manager voor het eerste nieuwe sector betreedt, eentje die volslagen onbekend is voor je, wat doe je als eerste? Wat moet je doen? Goeie, ik zit heel erg te denken in wat ik, ik lees me sowieso altijd heel erg in de organisatie. Het hangt wel erg af van de opdracht, wat is de opdracht? Ja, ik moet dan maar denken aan de uitvaartsector waar ik terecht kwam. Ja, ik heb me vooral in het begin heel erg zitten verwonderen over alles. Van god, hoe werkt dat? Ik was manager van een crematorium. Niet een sector waar ik gelukkig dagelijks kwam voor die tijd. Maar ik vond het wel heel boeiend om gewoon die wereld te leren kennen voor en achter de schermen. Dus dat is dan met name gewoon het kijken, observeren, luisteren. Maar dat is volgens mij wel wat je bij iedere nieuwe opdracht doet. Dus ik vraag me af of het in een nieuwe sector zo anders is dan in een sector die je kent. Ja, ik denk wel dat wat jij ook zegt van, het is belangrijk voor een interim om een bepaalde nieuwsgierigheid te hebben en te houden. En elke keer als je weer in een nieuwe organisatie komt, of het nou dezelfde sector is of een ander, maakt het volgens mij ook niet zo heel veel uit. Je moet toch weer opnieuw die energie hebben om zo'n organisatie en al die mensen, hè, dat is natuurlijk de organisatie, te leren kennen. Voor mij is het heel veel praten met mensen. Om je heen kijken, lezen ook. Maar het is met name toch nog wel het praten met mensen en daar gewoon heel goed naar luisteren. Dat goed op je in laten werken. Dat maakt wel dat ik me op die manier inwerk in een sector. Ja, want daarin is het, ik zit even verschillende opdrachten gaan dan door mijn hoofd ook in dezelfde sectoren. Ik denk, in iedere organisatie kom je weer nieuw binnen en je hebt toch dat stuk te leren kennen waar het in die organisatie over gaat. Dan is het handig als je wel iets van de achtergrond weet, maar ook afhankelijk van de opdracht heb je weer bepaalde thema's waar die specifieke opdracht heel erg over gaat bijvoorbeeld. Ja, precies, dus je moet ook wel weten waar je dan in moet verdiepen. Je kunt echt niet alles lezen. Dus ook het voordeel van een interimmer dat het over het algemeen gefocust is, dus je hoeft ook niet alles te weten. Maar een basis nieuwsgierigheid, mensen willen ontmoeten, de organisatie willen ontmoeten eigenlijk. Dat staat natuurlijk altijd centraal. Ja, volledig. Ja echt de interesse in en heel erg ook in de mensen. Het willen snappen waar wat er speelt. Dus eigenlijk zeggen we dat onafhankelijk van welke sector je werkt of meerdere sectoren waarin je werkt, je moet je blijven verwonderen, nieuwsgierig blijven en interesse hebben in het vak wat je uitvoert. Hilde,
Brechtje, Tamara, ik wil jullie bedanken voor het gesprek. We zijn de volgende aflevering zijn we er weer. Ondertussen kun je op de website van KPSV je aanmelden als interim manager, mocht jij nog potentiële vacatures zien of denken dat jij in contact wil komen met ons. Tot de volgende aflevering.